leuk dat je weer een video bij mij komt kijken. Vandaag even heel wat anders, vandaag een boek. Ik schrijf heel vaak over kinderboeken op mijn website www.jufjannie.nl. Daar schrijf ik over kinderboeken en over young adults boeken. Dat zijn boeken voor kinderen zeg maar vanaf rond 13, 14, 15 jaar. Meestal vanaf 15 jaar is young adults. En daar heb ik dus ook hier een boek van gekregen. En op mijn website schrijf ik dus over alle kinderboeken die ik leuk vind. Maar de allerleukste boeken, die laat ik aan jullie zien hier op YouTube. Dus vandaag een boek die ik gewoon echt heel erg leuk vind. Ik heb hem niet alleen als boek gekregen. Ik heb er een boekbox zelfs van gekregen. Dus ik dacht, nou dat is dan extra leuk om aan jullie te laten zien. Ik heb een boekbox gekregen van Terra Lano. En de box is zelf ook te bestellen via Celebrate Books. Ik zal hier voor jou een link in beeld plaatsen naar mijn website, waar ik een uitgebreide review heb geschreven over het boek. En daar vind je dan ook gelijk een link naar de boekbox, wat ik hier ook aan jullie laat zien. Het boek heet Serafina en de Zwarte Mantel. Het is een nieuwe serie kinderboeken. En ik vond hem gewoon echt heel erg leuk, heel erg spannend. Er staat ook op Harry Potter meets Downton Abbey. Dus het voelt dan een beetje aan in de sfeer van Harry Potter. En het spannendste boek van het jaar. Nou, ik dacht, dat kan ik dan natuurlijk niet laten staan. Dat wil ik natuurlijk ook heel erg graag lezen. En toen ik het ging lezen, vond ik het inderdaad ook echt heel erg leuk. Ik ga zo meteen iets meer over het boek vertellen, maar eventjes wat dingetjes wat ik hier nog verder zie. Het boek is vertaald in 17 talen en hij heeft zelfs op nummer 1 New York Times bestsellerlijst gestaan en door lezers verkozen tot beste boek van het jaar. Dus ik ben niet als enige die het boek heel leuk vindt. Ik ga nu even de boekbox met jullie doornemen. Zelf vind ik het boek alleen al gewoon heel erg leuk. Maar toen ik de box doornam, dacht ik, dit is misschien ook wel leuk om cadeau te geven aan iemand die heel veel van lezen houdt. Want dan heeft hij er ook gewoon nog een paar leuke spulletjes bij voor bij het boek. Allereerst heb je hier een ketting, een zeer bijzondere hanger. En het oog van de hanger, dat is dus het oog van het meisje Serafina uit het boek. Want het is dus niet zomaar een mens, maar ze is een wezen. En zo zien haar ogen eruit. Dus dat vond ik nog wel leuk. Een mooie hanger voor bij het boek. Verder vond ik dit zelf ook nog wel leuk. Het is een pin. Een pin die je bijvoorbeeld aan je jas of aan je tas kan pinnen. Dus dat vond ik nog wel leuk. Ik zie hier een kaartspel. En het is een kaartspel in de sfeer van het boek. Het boek speelt zich namelijk niet in onze tijd af, maar een beetje in een ouderwetse tijd. In de tijd van dit soort grote, ja, hoe heet dat eigenlijk? Landhuizen, echt gigantische landhuizen. En de schrijver van het boek, die is ook echt naar dit landhuis geweest. Die bestaat ook echt, is daarheen geweest om te kijken hoe woonden deze mensen daar vroeger, om sfeer te proeven. En het verhaal speelt zich ook daar af bij het landhuis en in het gebied eromheen. Nou, en dat lees je ook echt prachtig terug. De schrijver heeft dat gewoon echt heel mooi in het boek terug weten te vertellen. En met het kaartspel zie je dus wat meer over de tijd waarin het verhaal zich dan afspeelt. Over het landhuis en de mensen die dus destijds in het landhuis woonden. Dus dat is nog wel grappig om dat gewoon te zien. Om extra beeld te hebben bij die tijd en de tijd van het verhaal. Nou, leuk zo'n kaartspel. En een boeklegger van Serafina. En dit vind ik ook heel bijzonder. Dit is afkomstig van de trailer. Het boek heeft zeg maar een spannende trailer waarin je een beetje sfeer kan proeven en kan zien waar gaat het boek over en hoe spannend er wel niet is. De trailer kan je ook zien op mijn website. Dus ik had je net daar het linkje laten zien. Als je daar dan even kijkt, zie je ook de trailer van het boek. Het is echt wel leuk om even te kijken. Als je klaar bent met deze video, hieronder bij de beschrijving van deze video zal ik ook een link plaatsen naar mijn website waar je deze trailer dus kan bekijken. En je ziet ook al van nou, er komt dus nog een deel aan, Serafina en de Twisted Staff. Maar die is er nog niet in het Nederlands, maar die komt er wel binnenkort aan. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd wanneer. En dan nog een Magic Notebook. Een boekje waarin jij je aantekeningen kan schrijven. Je aantekeningen voor school. Of misschien je ideeën. Als jij zelf ook een YouTube-kanaal hebt, schrijf je misschien je YouTube-kanaal ideeën op.
heel erg leuk. Ik vind het pakketje dus wel vooral leuk, zeg maar, om aan iemand cadeau te geven. Voor mezelf vind ik het boek al genoeg, want het is gewoon echt een heel leuk boek. Maar ik kan me voorstellen, als jij denkt, er is binnenkort iemand jarig en die houdt wel van boeken, dan zou zo'n pakket wel leuk zijn. Het boek Serafina en de Zwarte Mantel. Serafina is niet zomaar een normaal meisje. Ze is een wezen. En het is heel bijzonder, want ze woont samen met haar vader. En ze woont dan hier in de kelder van het landhuis. En niemand weet dat, want ze wonen daar stiekem. Ze hebben daar helemaal geen toestemming om daar te wonen. Haar vader werkt op het landhuis. Hij maakt de machines daar. Maar 's avonds, wanneer iedereen denkt dat hij naar huis gaat, gaat hij stiekem naar beneden, naar de kelder, waar hij met zijn dochter Serafina woont. En omdat Serafina zo anders is en er zo raar uitziet, je hebt net haar ogen gezien, hè, hoe haar ogen eruit zien, mag zij zich aan niemand laten zien. Want dat is voor haar heel gevaarlijk als mensen haar zien. Dus haar hele leven lang heeft ze zich verstopt daar op het landhuis. En zij komt alleen 's avonds tevoorschijn als alle mensen slapen. Want zij kan 's avonds in het donker net zo goed zien als overdag. En dan gaat ze 's avonds, komt ze uit haar kelder en dan gaat ze lekker jagen. En ze komt alleen niet in de delen, in de bovenste delen waar de bewoners wonen. Ze blijft een beetje in de onderste delen van de mensen die daar werken. En dan laat ze zich aan niemand zien. Dus niemand weet dat zij daar is, alleen haar vader weet dat. Maar op een nacht, wanneer ze aan het door de gangen aan het dolen is en zich aan het verstoppen is voor iedereen die langskomt, ziet ze dat een meisje, een bewoonster, wordt aangevallen door een man in een zwarte mantel. En ze ziet voor haar ogen hoe het meisje verdwijnt. En dan wil ze eigenlijk het meisje te hulp schieten. Maar ja, dat betekent dus wel dat ze zichzelf moet laten zien. Dus Serafina staat in het boek voor een moeilijke keuze. Wat doet ze? Doet ze alsof ze niks heeft gezien en ze kan zichzelf blijven verbergen? Of gaat ze het meisje proberen te helpen en zichzelf aan de buitenwereld laten zien? Leuk, heel erg leuk, heel erg spannend ook. Het is niet te spannend en daarmee bedoel ik, het is niet eng. Het is alleen, je wil heel graag weten hoe het verhaal afloopt, of alles wel goed komt. En je wil weten wie Serafina dan is, want waarom woont ze alleen met haar papa? En waar is haar moeder dan? En ja, dus er zijn heel veel spannende dingen waar je heel graag achter wil komen, maar het is dus niet eng. Ik kan het boek aanraden. Ik vind hem hartstikke leuk. Wil je meer van het boek lezen? Kijk dan inderdaad ook eventjes op mijn website. Hieronder staat dan een linkje bij de beschrijving van de video. Hou je van boeken lezen? Niet vaak. De allerleukste boeken laat ik dus aan jullie weten. Hier plaats ik een linkje naar eigenlijk alle boeken die ik tot nu toe heb behandeld. Bedankt voor het kijken. Vind je dit soort video's leuk? Abonneer dan hier mijn kanaal. Hieronder zie je mijn mans kanaal. 2 leuke video's. Tot de volgende keer. Doepa doe!